Hallo. Hallo, ik ben Arjan en daar staat Paul. Yes, En hallo. welkom bij Borderlands aflevering 10. De vorige aflevering heb ik hopelijk een flink stuk kunnen inkorten. Ik denk dat ik me van 2 uur heb teruggebracht naar iets meer dan een kwartier. Ik denk 20 of 25 minuten of zo. Dat was een strijd. We gingen de vorige keer even een uurtje spelen. We hebben heel lang doorgespeeld. Maar nu zijn we weer fris en fruitig. En gaan we even. We hebben net afgesproken dat we bezig gaan met deze missie, een story missie. A Damn Fine Rescue. We moeten naar de Bloodshot Stronghold en Roland redden. Roland, de de facto leader of the resistance against Hyperion en Handsome Jack, has been kidnapped by the Bloodshot Bandit Clan. This is a bad thing. Lilith has instructed you to infiltrate Bloodshot Stronghold and break Roland out. Simpel. Dat moeten we dus gaan doen. Ondertussen hebben Paul en ik ook even flink aan onze wapens gerommeld. We hebben nieuwe wapens. Het zijn hele toffe wapens. Dit zijn echt super wapens, dit. Dus we hebben een leuk nieuw speelgoed om mee aan de gang te gaan. En nog iets. Hier in de. We hebben hier door de stad heen een aantal story dingetjes gevonden. En er miste er nog eentje. Die heb ik volgens mij gevonden bij. Hier, bij Marcus, dacht ik. Moet eens even kijken. Als je hier naar beneden loopt, ligt er volgens mij op de tafel bij Marcus een ding. En volgens mij is dat het laatste die we nodig hebben ervoor. De Hier is geschiedenis. nog nooit geweest, volgens mij. Joh. Deze. Oh, hier. Wel. Ja. One chance down. Attention. I only have one question to ask of all of you. One question. Just a few years ago, we were enemies. But that time has passed. As glad as I am to see you all in Sanctuary, I know you wouldn't have come if you had any other option. I know how bad things are out there. I know how Jack's army has swept across this planet like a sandstorm, ripping apart everything in its way. When I joined the Crimson Lance years ago, they told me I'd be fighting to protect those who couldn't protect themselves. But you all know as well as I do, that was a lie. But this fight against Hyperion, it isn't. If we don't band together, if we can't protect this city from Jack's army, then we're done for. I am Roland, and I only have one question to ask. Are you with me? Nou, is een goed verhaaltje. Roland dus, die gaan we ook redden. Dus dat komt goed uit. Als je even kijkt, Paul, bij de missies. Ik dacht dat ik naar Marcus ging via de fast travel paal. En toen kwam ik uit bij Frostbottom terecht. Ik weet niet wat het is. En dan kreeg ik meteen een melding, Get Frosty. Maar dan moet je level 15 voor zijn. Dus er is één missie bijgekomen. Omdat ik per ongeluk via de fast travel paal naar een verkeerd gebied ging. Maar dat komt wel als we level 15 zijn. Dan zien we wel wat het is. Ik heb helemaal nog verder niks ervan gezien. Maar goed. Nee, dat is goed. Wij gaan, denk maar even de paal gebruiken nu weer. En naar die Bloodshot toestand toe. En daarvoor moeten we via... The Three Horns Valley. Hey ho, let's go. Nou, ik ben heel benieuwd naar je mitrailleurwapentje. Heb je pick with the... Oh, hier zijn we hier weer. Oké. Okay. Zullen we een auto pakken? Ja, doe maar. Kleintje. Oké. Okay. Hier. En... Oké, ik ga zitten hier. Goed. Hey ho, let's go. Zou ik nog andere auto's kunnen krijgen in het spel? Op een gegeven moment. Oh, hier. Uiteindelijk wel, denk ik. Oh, hier is het al, joh. Ik kon gewoon puur dat we met de auto binnenkomen. Ja. Oké, okay, stappen we fout anders. Wow! Ging even niet goed, hé? Ik ging eventjes mis, ik had even niet door te gebeuren precies. Goed? Ja, prima. Laat die gast even neerhalen, dat zit. Zo, de mietenzee. Ik kan wel wat gezondheid gebruiken. Oh, dat genist wel aardig snel. We hebben ook een nieuwe schild. Als je ziet bij ons schild, of bij mijn schild, Paul heeft ook zo'n soort schild. Hebben we een soort extra. Bij mij zit elektriciteit overheen. En volgens mij gebeurt het als mijn schild opraakt of zo.
En wat ik ook geleerd heb de afgelopen keer toen we niet meer opnamen, is dat ik mijn schild kan meenemen. Of die turret kan ik meenemen als ik hem niet gebruik. Dus als hij zeg maar klaar is, als wij klaar zijn, dan kan ik hem meenemen. Dan is hij sneller weer ready to go, zeg maar. Hé, hey, we moeten met Ellie praten. We moeten er ergens anders heen. We moeten daar naartoe. Maar volgens mij is hij dichtbij, of niet? Is dat hier? Ja, ik denk het wel. Catch a ride! Ja, hier omhoog. Dat is hier omhoog. The dust. Zo, de mythes. Ik had even niet door te gebeuren, joh. Kijk eens, je een paar dagen niet gespeeld hebt. Ik ben ineens neergehaald. Er gebeurt zoveel. Oh, moeten we een wagen meenemen? Zullen we het top even doen? Ja. Oké. Okay. Maar maar. I finally made it to the dust, huh? You've been off the Echo for hours. Thought you might have got brain or something. But you ain't so. Guy. Stuff. Oh, je hebt een auto. Oh. Ik ga lekker zitten. Ander. Leuk, nieuw gebied. Erg benieuwd. Het ziet er hier alweer wat minder koud uit op de een of andere manier. Ja, iets behagelijker. Hier hebben we natuurlijk weer nieuwe vijanden om bang voor te zijn. Ja, een beetje woestijn, hè? Ja. Haha! Wat een plat! Zo doen we dat. Ik kan wel leren. Wie zit er dan nog meer? Daar is ook nog iemand. Oh, kijk, daar! Hoppakee! Niet rechts nog. Even een warm welkom. Gezellig. Hier boven ons nog. Dit gaan we helemaal fixen, jongen. Ja, joh. Hoppakee. Goed. Haha. Had iemand nog wat? Oké, moet hij er rechts ergens? Nee. Oh, wacht even, is nog iets. Cool. Spinnetjes. Oh. Ik parkeer hier even, hoor. Dat was niet de bedoeling, denk ik, hè? Nee. Hoe kom ik hieruit? Zo dus. Even, ik heb het even aan de stok met spinnetjes. Ja, ik ook. Dit wapen is krankzinnig. Heerlijk. Ja, dat was een leuke actie binnenkomen, hè? Al zeg ik het zelf. Ja. Oh. I should have killed your fat ass when I had the chance! Holy shit. Likes cuddling, murder. That was awesome. Oh, howdy. I didn't see you there. Gamer. Geweldig. Name's Ellie. My brother Scooter told me you was coming. Don't get many visitors around here, especially not one so cute. Trying to rescue your pal Roland from the dam, huh? I bet you could fool those bloodshots if you drove up in one of their custom trucks. I got one right over yonder that I crushed with the driver still inside. My bad. Well, I got a vanilla technical in the shop and most of the parts we need. Just gotta doll it up with some more of the bandits' trimmings. Spikes, blood, skulls, that kind of thing. You could probably scavenge that stuff from the bandit patrols around here. You'll have to blow up some bandit cars and grab the crap from the wreckage. And don't pay them any mind if they start calling you names. Just makes killing them that much more fun. You be careful out there, kid. We moeten nog meer van die bandietenwagens neerknallen. So you and my sister are getting along pretty well, huh? That's cool, that's cool. Of course, you make fun of the way she looks. I'll have to tie you to a vending machine and set you on fire. But it's not it's cool you guys are hanging out. It's fine. Het is een zus. Het is gewoon zijn zus. Oké, we moeten wat van die wagens neerknallen. Is onze eigen wagen, ja, die ligt hier, maar die kunnen we zeker niet meer gebruiken. Nee, niet zo makkelijk. Oh, daar komen ze.
Hoppakee, onderdelen. Dat is één. Heel goed. Een wiel. Just finished prepping my truck for those bandit parts. Just get a few more and we'll be good to go. Oké. Nog maar drie. Ja. Daar naartoe, denk ik. Caravan coming through. Keep away unless you want a lead milkshake. Catch a ride. Even kijken. Daar is die. Ah, top. Dan hebben we in ieder geval kunnen wat beter, wat sneller terrein verkennen. Daar is een wagen, nee, achter, achter ons wagen. Daar rijden ze. Achter die berg. Daar rijdt hij, zie. Zit hij nu al? Daar, ja. Kom maar, jongens. Hoppakee, even oppakken. Kunnen we het zo oppakken vanuit de auto? Yes. Nou, nog twee. Oh, daar achter ons nog één. Yes. Heel goed. Jongens, gaan er maar weer liggen. En daar is die. Zullen we oppakken? Almost got a bandit car. Roland can handle whatever the bloodshots dish out, but generally don't like letting him get tortured any longer than I have to. Nou, nog eentje moeten we hebben. Oh, hier. Ja. Hartstikke idee. Nou. You got the parts? Great. Just bring them back and we'll get you rolling. Gaan we doen. Volgens mij krijgen we echt een meterbak, jongen. Met het snel wat aan het heen. Oh, jezus. Heerlijk. Heerlijk. Goed, we gaan naar Ellie toe. Misschien kunnen we die auto vanaf nu ook spawnen, zeg maar, bij de Castle Drive. Dat zou helemaal mooi zijn. Catch a ride. Daar is ze dan. Wie staat dan? Er staat al een gast daar. Nou, daar praten we straks wel even mee. Eerst even met Ellie jou horen. Oh, hier staat die auto. Vet. Got your car ready over there. Let's make some modifications and you'll be good to go. Wat doet ze er nou aan? Whoa. Alright, looking good. Now we just gotta get in the catch a ride system. Ja, zie, ze zet hem erin. Dit is ons nieuwe wagen. Tof, tof. En ja, wat doet ze dan mee? Oh, dan verdwijnt hij. Oh, wat geinig. Oh, shit. Groovy! Now you construct one of those bandit looking things from any of my brother's catch rides. Come back and see me sometime, you some bitch. Nou, laten we even met haar praten, want ze heeft nog wat te melden. And tell Scooter to stop setting my customers on fire. I can take care of myself. Okay. Wanna give me a hand with something? Beauty's the eye of the beholder. Have you seen those hood ornaments the Hodunks made of me? I think they're trying to mock me or something. But that design is badass. Could you scrap some of that to bring me a few of those ornaments? Okay, dat is dat. Hier om de hoek heeft iemand ook nog wat te melden. Je wil toch al staan, nou, dat moet ik meteen even doen. Hij staat hier. Hallo, mag ik hier nog op of niet? Oh, is een trapje. Een speciale trap innemen. Hey, dit is Loggins. I could tell you, but then I'd have to kill you. Bring an incendiary or explosive weapon. I'm in the danger zone, man. My buddies kicked me out of their gyro squad, and now they're celebrating with a round of psycho head volleyball. Steal their balls and burn their net. Oké, prima. Maar dat gaan we niet nu doen, want nu gaan we verder met onze hoofdmissie. En dat is... Dat lijkt me de car van een psycho-murderer. Ik dig het. Get back to the bloodshot dam and try honking your way in again. Ja, gaan we doen. We gaan weer langs de... Oh, hij heeft wel... Hey, cool, hij heeft nog wel dezelfde kleur als die we hadden. Jazeker. Heel goed. Wacht even, ik sta niet goed. Ik zit niet goed, wacht even hoor. Stop, wacht even. Dit zijn meerdere plekken waar je kan stoppen.
Left seat, right seat, gunner seat. Die, daar wil ik in. Ik wil de gunner seat in. Hoe kom ik erin? Nee, blijf stilstaan, jongen. Anders kan ik niet het goede ding kiezen. Oké, nu zit ik in de gunner seat. Oh, dan gooi je tonnen met zooi gooit dan. Dat is leuk. Oké, go! Woehoe! Ik kan ook achterin gaan zitten en zelf schieten. Je kan ook twee verschillende wapensystemen kiezen hè, bij deze auto. Ja, dat is leuk. Goed. Hé, je moet toeteren. Toeteren moet je. It looks like one of ours. Let him in while I try to get Iberian back on the horn. Oh, oh oké. Okay. Nu snap ik het. Cool. Kun je nog gewoon doorheen rijden? Nee, toch? Ja? Nee, moeten we uitstappen. Nou. Creepy trick. Wie zit er weer te schieten? Wie nog meer? Oké. Okay. En door. Oh, dat ziet er aardig verwarrend uit dit. Batma? Oh shit. Wow! Holy shit. Batma. Nou. Echt heel gruwelijk hoe dit wordt gepresenteerd. Zo vet. Ah, kijk dat dan. En dat is Mary Midget. Holy shit. Oké, okay, waar is die? Watch out for a slice. Oh, fuck. Right here. Nou, ik ben alweer dood. Ik heb maar bijna, joh. Pak jij me vanaf? Yes. I feel the crimson. Kun je even snel healen? Back up. You'll get him next time. I'm so happy I could kill you. Nou, dat was Batma. Mazzel. Dat was Batma. Dat hebben we aardig vlot gedaan. Misschien zijn we wat overpowered. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dat zou kunnen. Wat moeten we hier doen? Hier kunnen we ook wat doen. Insert key. Ah, dan gaat hij weer open. Ah, dan gaat het luik open. Moet je even kijken, moet je even naar boven kijken, wat een gigantisch fort het eigenlijk is. Ja, hè? Ja, tof, hè? Tof. Infiltrate Bloodshot Strongholds. Ik kan dus wel wat munitie gebruiken. Oké, je bent dan weer aan het vechten? Ja, ik was iets te ver gelopen helaas. Maar goed. Oké, okay, ik roffel dus ook even de kistjes hoor. Hyperion, I'm not asking much for rolling. A million bucks. Hello? This thing on? You handling the gunshots all right? They've been trying to take Roland out ever since he kicked their asses out of Sanctuary. I should have seen it coming. Dear Roland, I can't help but notice the bloodshots. You are fighting pack some serious firepower. If you are going to have a chance against them, you could always arm your men with some high-quality store. My drops, those bloodshots will be dead in no time. Okay! $100,000 for Roland! Say hello, darling! Hyperion wants Roland bad. Even if they don't buy him from the bloodshots, they'll be coming for him. You better hurry. That's dope, man. Zo, dat waren er flink wat, hè? Ja, behoorlijk. Oké, kom op met je munitie. Met alles hebben we hier. Het vliegt er door, man. Ja. Ja, dat wil wel. Dear Bloodshots, I can't help but notice the Crimson Raiders. You are
fighting packs some serious firepower. If you are going to have a chance against them, you will need to up your arsenal. You could always arm your men with some high-quality munitions from my store. Yeah. You buy from me, those Crimson Raiders will be getting... Houd ons wel bezig. Ze houden ons goed bezig. Die moeten we heen trouwens. Look at those murderous bloodshots. Don't you think Pandora would be better without their scum? That's all I want to do. Clean up this planet. If that means I gotta kill bandits like you... Arjan doet gewoon een saber turret. Goehoe. Zo, de witte zee. Daar in de verte van een nagasje. Ja. Zo, hè? Hey, help! Kom je van die lui? Of was dit het? Dit was het, denk ik. Hier is tape recorder. Roland's Raiders are tearing us up. Their guns are just too damn good. But I've come up with a solution to this problem. Suck the hell up and stop dying all the goddamn time. And quit suggesting we buy guns from that Marcus Jagoff. He lives in Sanctuary, so he's just as much of a double-crossing, holier-than-thou jackass as Roland and his raiders. Goed, nou, flink wat schade op. Waar ben jij? Je bent er bovenin. Oké, okay, ik wil even kijken wat er nog wat is blijven liggen hier of daar. God damn it, Hyperion! I didn't get half my guys killed. Hey, hello, darling! The most wanted criminal on Pandora! I saw you getting your hands! Ziet er mooi uit allemaal. Mooi is voor water hier. Is hier links of wat? Kijk eens op de kaart. Nee, heb ik allemaal. Stop that slagging from Spring and Rowan. We lose him, we lose our payday. Look into my eyes. Let's get you. Wow, out you go. There's a shotgun. Fire. I've been using it to roast my food and girlfriends. Marcus is a god. Me and the boys got an idea. A good idea. See, a great idea. we build him a shrine. Big shrine, beautiful shrine. And he'll keep giving us guns. More guns, more guns, more guns! Okay, dit moet open kunnen, lijkt me. Maar waarschijnlijk dat ook zou heel mooi zijn. Via een achterdeurtje of zo. Dat moeten we even goed opletten of we wat zien. Hier, wacht even. Hier dan. Safepaal. Hier moet het zijn. Open. Vault Hunter. Good to finally meet you in person. Hell of a job fighting through those bloodshots. Whoa! This'll just take a second. Commander of the Crimson Raiders. Cool, cool. Well, nice. That's that. Now let's see about getting out of here. Vault Hunter! You gotta stop this thing! Let go of me, damn it! That's how Handsome Jack pays ransoms. Long time no see, Roland. Oh, you got to open. You would say. Want to meet my girlfriend? I can't wait to taste your blood. Okay, then. Oh, damn it! Rumgar! Holy fuck, wat is dat voor ding? Oké. Okay. Oh, dan moeten we naar een nieuw gebied. Oh. Wow.
Jezus, Arjan. Ah, dan komen we door, joh. Moeten we daar helemaal heen? Dat kunnen ja, we wel. Ja, doe jij deze eventjes? Oh, chick. Die kun je trouwens ammo kopen, als je wil. Oh, fijn. Gaan we doen. Geef die lijven neerhalen op een afstandje, hebben we dat vast gehad? Ga ik daarna wel even ammo kopen. Is het vol? Ik ook. Dus, hey ho. Let's go. Het waait wel een beetje hierboven, moet ik zeggen. Wat, ik ga even naar beneden, ja, over het randje. Zo, dat ziet er in de wekkend uit daar. Ja. We zitten hoog, man. Een dam. We zitten heel hoog. Hoor je dat? Oh. Oh jee, nog 24 van die gasten. Die zijn heel snel, die lui. Badass loader. Toss to the master. Oh jemig. Oh, mijn gun is heel goed tegen dit gepakt. Look at that. Oeh. Goed zo. Nou, waar moeten wij heen? Links moeten we zijn. Geen plekken waar we zooi kunnen kopen, hè? Nee. Oh, deze gast. Holy fuck. Dit is die Warden. Wow. Ik wil dood, joh. Ik moet even een revenge kill hebben, hè? Even een revenge kill hebben. Kun jij hem even healen dan? Je staat naast me, toch? Ja. It's a bad, bad pleasure that leaves you screaming. Exploder! Take the legs out! Success. Oh jee, nog alweer? I don't die so easy! Oh, we're gonna die here. Hoppa! Wat is hij? Wacht, die ene gast nog. Lunar reinforcements, get ready! Wow! Hop, z'n keertje! Nog één! Ik heb mijn raket los, die kan ik ook wel eens gebruiken. Hey. Ja, hij gaat aardig snel dood nu. Was dat het? Ja, dat was het. Ronan. Yes. Goed. You've rescued Ronan from Hyperion. Now it's time for the customary thanks for rescuing me from those bad guys. Now, let's talk about how we're going to put a bullet in Jack's face conversation. Back in Sanctuary. Goed, we gaan. Meet me back at Sanctuary. I got a plan to nice. Stop Jack. But it won't work without you. Okay, we moeten terug naar Sanctuary. You saved Roland. This planet's been waiting for a hero like you. Thank goodness Jack didn't send Wilhelm. Nou, goed, op naar Sanctuary. Roland, ik denk dat Roland ook in ons huis is, denk ik. Het zou gezellig zijn. How the hell did
those bandits snag you anyway? I was taking a leak. Handsome Jack is gonna kill us all unless you can stop him. He means nothing hi. For you. That's his way of saying hi. Right. Sorry. Who? Hi. Still working on that job? We're losing this war. We've been trying to stop Jack for years, taking out his men, raiding his iridium mines, but it hasn't been enough. But you met Jack and lived. You fought off the Rippers and the Bloodshots, saved my ass and Lilith's. Thanks, by the way. If we're gonna survive this, we need your help, Vault Hunter. Now, we thought Jack wanted to open a vault and use its power to wipe us off Pandora, but thanks to some intel I stole from a Hyperion convoy, I found out we were wrong. What? He's not gonna open a vault. He's going to control it. No new missions. I'll just go ahead and repeat myself. What? The vault Jack's looking for isn't an alien prison or a cache of weapons. It's a living thing. An ancient Iridian warrior, powerful enough to destroy all life on Pandora. Whoever awakens it gets to control it. That sounds bad. If Jack wakes the warrior, yeah. But if we control the warrior first... We could use it to wipe Hyperion off the map. All right, I'm liking this plan. There's a problem. We need the vault key to wake the warrior, and Jack's already got it. But have you spoken to Tanis? She didn't vomit when she saw you, did she? She does that sometimes. She might have told you the key needs to be charged with iridium. We're racing against time. Every ounce of that stuff that Jack mines from the ground puts him closer to taking control of that warrior and wiping us out. We gotta get our hands on that vault key. Now, if anybody knows where that key's being kept, it's my spy out in Tundra Express. He's as good at gathering intel as he is at drinking. So I'm sure he's sleeping off last night's booze right now. You'll need to get a fire weapon to wake him up. I'll explain when you get out there. Oké, we moeten naar de Tundra Express. Ondertussen kijk ik eventjes naar... Nee, Lilith heeft niks meer. Als we naar beneden gaan, voor mij heeft Tanis nog wel wat, of niet? If you don't have a fire weapon, Marcus might sell him. En dan gaan we daarna even dikke vet punt afzetten. We hebben een aantal uitroeptekentjes even in te halen. Kijk eens. You will help me. Hier komen. This mission has it all. Violence and pizza. A group of mutant test subjects escaped the Hyperion Preserve. As amusing as it might be to see them attempt to reintegrate into society, they must be put down. You will need a way to lure them out. Head to Moxie's and acquire some bait I have ordered. Oké, nou, dat is dat. En verderop hebben we nog wat. Even kijken, dat hoeven we niet nu te doen, maar verderop is nog een uitroepteken. Volgens mij is het ook bij Moxie in de buurt. Dan hebben we er, denk ik, weer wat opgepikt wat we hier kunnen oppikken in Sanctuary. Ja, hier. Hammerlock even te melden. Hallo. Things need to be shot and by Jove, you're the one to shoot. Ik kom eraan. All living things are beautiful, even the disgusting ones. Have you heard of these insect things called varkids? Allegedly the buggers, that's a pun you see, will morph if they take enough damage. Could you take this evolutionary injector, please? Okay. Lovely. I'd like you to force a few varkids into morphing. While they're in their cocoon state, hit them with the injector. Nou, prima, dat gaan we ook nog wel een keer doen. Nou, zij heeft geen werk voor ons. Nou, Paul heeft een aantal missies weer. We hebben genoeg missies. We gaan zo eens even kijken wat we de volgende keer gaan doen. Maar voor nu zit het erop. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen en dan zien wij jou dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye. Toedeloe. Doei!